Oké, Jimmy, we gaan die checken. Jij en ik, wij zijn broeders, je weet toch? Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe WarioWare. Aan het eind van de vorige video dachten we dat we klaar waren. Maar toen konden we ineens hier beneden door deze roze buis in plaats van een groene buis. Dus nu gaan we dit doen. Doe even een duimpje omhoog, jongens, voor de support als je dit vet vindt. En vergeet niet om te abonneren natuurlijk voor bijna iedere dag Nintendo video's. En ik ben wel benieuwd, want ik denk eigenlijk dat jij hem al hebt uitgespeeld. Laat het even weten in de comments, dan gaan wij lekker verder. Jullie zijn terug, zo snel al. Welkom, zegt de Wario met het zilveren haar en de zilveren baard. Een paar van onze vrienden zitten nog opgesloten in de game. 3 van onze vrienden. Je moet ons helpen. Ja, natuurlijk. Ik kijk wel even. Alleen door te kijken ga je ons helpen? Oh, top. Juist, eigenaardig. Ze lijken te zijn gevangen door iets. Lekker duidelijk. Wario zegt ook, hey, kom op, ik dacht dat er van al die spelbugs af waren. Oh, maar dit is niet het werk van een spelbug. Wacht. Oh nee, één van je vrienden is dichtbij. Oké, iets zegt me dat we in deze toren moeten zoeken. Laten we die checken, yo. Oké, Jimmy, we gaan die checken. Jij en ik, wij zijn broeders, je weet toch? Even mijn headsetje erbij, zo. Iemand, wie dan ook, help! Ah, het is Red. Wat heb je nou weer gedaan, Red? Ashley, ik wist wel dat je mijn arme kleine ik zou komen helpen. Red lijkt soms meer een angsthaas dan een demon. Maar voor zijn lievelingsheks Ashley gaat hij door het vuur. Red gooit bommen die ontploffen zodra ze iets raken. Lekker bommetjes gooien op die virussies. Nice. Oeh, die bommetjes zijn best wel sick. Wat ben ik blij om jullie te zien. Dit grote geval heeft me hier opgesloten. En heb je gezien waar de grote geval dan naartoe is gegaan, vraagt Cricket. Oké, ik denk dat hij de lift naar de 18e verdieping heeft genomen. Dus daar moeten we naartoe. De 18e etage. Let's begin. Laat ze vliegen. Tonijntje hype. Lekker monkey erachter, hoor. Monteren. Oh, nee. Top dit. Vind zijn neus. Hier is zijn nossel. Oh ja, bommetjes gooien met Red. We moeten nu snoeien. Hoppakee deetje. Yo, mijn bro deed het net gewoon verkeerd, jongen. Jimmy, kom op. Je moet even beter je best doen. Hier, nog een keer, Jimmy. Let's go. Sorteren. Oh, maar dit is ook lastig met hem. Die moet zo, die moet daar naartoe. Jimmy! Noob! Jimmy doet alles fout. Wijs de boef aan. Ja, makkelijk, dat is deze. Oh, bommetje. Bommetje duwen. Ik moest gewoon duwen. Geen bommetje gooien. Met me weg. Beam. Easy. Lekker. Zeldaatje. Ruim op. Alles weg. Spin weg. Proppie weg. Alles weg. Nog 8 games. Dit gaat ons ook wel lukken. Oeh, lekker zoempie, jongen. Breek het ei. Kuikentje. Een schattig roze kuikentje. Maak de weg vrij. Hoppakee, zwem naar het koraal, vriend. Oké, weer Jimmy. Jimmy, ga je iets goed doen vandaag? Ik kan niet meer met hem. Ik ben noob met hem. Ja! Ja! Woe! Lekker, bro. Je hebt iets goed gedaan. Goed kijken. Waarnaar? Ja, hij is gewoon hier. In de bosje. Plak alles samen. Deze, kom op, kom op. Wow! Woef! Net op tijd. Maak de zak kapot. Lekker spaarvuikjes en blij. En we zijn op de 18e. En nee. Nee, ik moet met Jimmy. Maar het lukt met Jimmy. Lekker gedaan, broodje. Heerlijk, jongen. Oh, hij kan toch nog wat. Lekker. Wow. Wat gebeurde daar? Wie vloog daar uit het raam? En waarom ligt hier een schat? Wat de kriebels, dat ding sprong uit het raam van de 18e verdieping. Hij heeft iets laten vallen. Wat heeft hij... Wat is dit? Een gouden bijenkorf? Wat moet ik met een gouden bijenkorf? Het is een schat. Maar we moeten niet afgeleid raken. Tijd om de andere twee te gaan redden. Op zoek naar meer schat. Ik bedoel, schatten van vrienden. Freaking Wario, jongen. Maar waar moeten we nu naartoe dan? Dit level heet de chaos en dit level heet super moeilijk. Meester, zegt Cricket. Oh nee, Crickets meester is hier. Moet je hem zien? Hij is zo sereen, al zit hij gevangen. Een ware meester. Wario zegt, volgens mij is hij gewoon in slaap gevallen van lange wachten. Yo, wie is dit? Meester Mantis onderwijst Cricket in vechtkunsten. Zijn kracht is mythisch, al heeft niemand hem ooit zien vechten. Hij kan ook goed springen. Zo goed dat hij tegen het plafond kan springen en daar kan rondlopen.
Oh, breek de blokken. Hats, hats, hats. Versla deze guy en dan gaan we zo. En dan gaan we zo. Oh, oh, ja, zo. En dan... Bap, 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 bap. Knopje drukken en... Dit wordt chaos in mijn hoofd, jongen. Echt. Maar Mantis, die zegt... Ik ben jullie zeer erkentelijk voor jullie ondersteuning. Prima, waar is dat geval naartoe? En had die schatten bij zich. Oh, we hoeven maar naar de tiende nu. Maar dit is dus super moeilijk, blijkbaar. Druk hem eruit. Hoppakee. Oké, deze viel mee. Dit was niet super moeilijk. Let's go. Mona aan de beurt. Wat moet Mona doen? Bescherm de schat. Mislukt. Helaas. Plukken. Lekker. We hebben één Pikmin muntje erbij. Dan nu Wario. Zoek dekking. Oké, easy. Volgens mij... Wat is de moeilijkheid precies dan? Dat het sneller gaat dan normaal of zo? Trek hem eruit. Oh ja, dit is wel heel makkelijk met deze gast. Lekker. Thee zetten. Lekker. Nom, 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 nom. Lekker theetje erbij. Ik hou van cactus thee, jongens. Dat vind ik de lekkerste thee die er is. Cactus thee en mint thee. Dat zijn echt de beste. Plak alles samen. Ja, lekker. Oh, nice. We zijn al bijna bij de tiende verdieping, joh. Aansteken die handel. Nou. Laatste game. Ontwijken. En dat is ook gewoon gefixt. Ja, dit ging gewoon snel, maar het was niet heel moeilijk of zo. Nou, daar zijn we al. Maar waar is dat beest dan? Dat ding. Daar is die. Daar is het poepmonster. Ik vind het net al een vliegende scheet, jongen. Meer schatten. Ik wist het. Kijk, hij is blij. Wat heb je nu weer dan? Een gouden toiletrol. Nou, veel plezier ermee, Wario. En Red die zegt, oh ja, dit is wel een aparte schat hoor. Wat moeten we hier nou mee? Wat maakt dat nou uit? Een schat is een schat. Ja, oké. Okay. Ja, goed punt, Wario. Maar, er zit nog iemand gevangen, Segmentis. En die moeten we ook even gaan bevrijden. En dat is in het volgende leveltje. Let's go. En wat is dit? Hoe heet dit? Overlevingsstrijd. Yo! Mevrouwtje. Lulu. Die zegt, oh, Cricket. Oh, jullie komen me redden. Jullie zijn zo, zo geweldig. Zo lijkt een beetje op een kleine rood kappie of zo. Dit is Lulu en dit dappere meisje kan aardig op je zenuwen werken. Ze is een bewonderaar van Cricket. Of die dat nou wil of niet. Druk op A om Lulu omhoog te laten zweven. Oh, dat klinkt wel lachen. Bim, 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 bim. En dan naar beneden zo. Ja, oké. Okay. Ja, lekker. Ah, Lulu is ook wel grappig. We moeten weer dat ding verslaan. En Wario die vraagt, ja, waar is die dan? En Lulu zegt, ik dacht dat hij met deze lift naar de vijfde verdieping ging. Oh, dat is ook al best wel snel. Oké, okay, let's go. Ik ben heel benieuwd wat dit moet gaan zijn. We moeten door de hoepels. Door allebei de hoepels. Oké. Okay. Oh, we krijgen gewoon allemaal overlevingsspelletjes nu. Nou, Cricket moet deze allemaal omgooien. Oké, dit gaat fout, dit gaat fout, dit gaat fout. Ah, dit was niet goed. Dit was echt noob. Oh, ik ben gelijk game over. Oh, je hebt maar één leven. Oké, gooi ze om. Nu wel goed alsjeblieft. Kijk, oké, top. Zo moet dit. Volgende spelletje. Met Mike. Versla ze. Maak ze kapot. Ja, nog eentje, nog eentje. Net op tijd. Kom op, Cricket. Nu jij. Oppompen die handel. Oh, snap. Oh, kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Ja, lekker. Wereld 4. Gewicht afmeten. Er moet van alles en nog wat af. Ja, dit is genoeg. Oké, cool. Nog één spelletje winnen. En dan hebben we dit ook gehaald. Pak die. Oh, maar dit gaat helemaal lukken met Ashley. Ja, want Ashley is een grote bazin, jongen. Die kan gewoon de juwelen schieten. En dan komen de juwelen op haar af. Nice. Iedereen kijkt om zich heen. Waar is de poep? Waar is de poep? Daar is de poep. En hij vliegt weer het raampje uit, jongen. Maar ja, we hebben wel weer een schat. Dus Wario is blij. Een gouden mok met een gat. Dude, daar kan je geen eens uit drinken. Wat moet je daar nou mee? Oh, wacht even. Er zit een brief bij. Wie durft het aan om de drie schatten te combineren? Wario die zegt, wie durft dat? Wario durft dat. Kom maar op. Kijk, daar gaan we. Een bijenkorf, een wc-rol en een kapotte beker. Hoe gaan we dit combineren dan?